Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep-de-hiep, hoera, hiep-de-hiep, hoera, hiep-de-hiep, hoera. Ja, dan kijk eens aan, meis. Ja, volle baan. Hij is zo mooi. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we weer. Ja, we zijn er helemaal weer voor jullie. Moet jij zo gapen? Dan moet je weer gaan slapen, hè? Ja. Moest er eentje gapen, niet zo reuze, zo zuinig ook, hè? De bek ging helemaal wagenwijd open. Maar ja, kan gebeuren, kan geschieden, maar het is hier prachtig mooi weer. En daar gaan wij van genieten. Ook is onze José, mijn lieve vriendin, vandaag jarig. Dus lieve José, voor jou ga ik even zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep-de-hiep, hoera, hiep-de-hiep. Hoera, hiep-de-hiep, hoera. Ja, dan kijk eens aan, meis. Ik weet niet eens hoe oud je exact bent geworden. Je moet nog even op de kalender gezet worden. Ja, dat mag je vanmiddag zelf even doen als je komt. En het is vandaag, wat dag is het vandaag? Maandag. Ja, maandag de 6e, toch? Ja, Monday. Maandag de 6e. Van de 2023 en we leven alweer reeds om 14:31. Ja, de titel de games komt wanneer je niet zelf stil zit. Juist. Heem door? Nou, ik dus wel. En mijn bril, die is nog niet goed schoon. Maar, eventjes met mijn jurk. Daar kan ik niks zien, hè. En zo zie ik ook niets. Ja, wazig. Maar ja, in ieder geval. Kijk of die beter is. Ja, die is een stuk beter. Dus ja, dat dus. En ja, José die zou vanmiddag komen. Hoe laat weet ik niet. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Ik heb dat ik het aan Google vroeg van hoe laat het was. Was het 7:58. Had ik nog nooit niet een oog dicht gedaan. Nee. Jeetje Maria, dus ja, maar in ieder geval, ik ben alweer een tijdje wakker, want die, hij beweert dat hij clusterhoofdpijn heeft, maar het gaat er bij mij echt niet meer in. Nee, niet naar wat ik nou weer gehoord heb. Een hoop herrie, een hoop muziek, knetterhard aan. Anderen moeten meegenieten van zijn muziek, nou, dat is niet nodig. Een ander hoeft niet mee te genieten van jouw muziek, zo hard had hij maar. Dat hij, ja, je hoort elkaar altijd, maar moet het zo hard? Nee, niet zo hard dat je alles woord voor woord kunt vertalen. En ja, timmeren, dat moet hij weten, maar als jij clusterhoofdpijn hebt, doe je dat soort dingen allemaal niet. Nee, dan wil je rustig stilte om je heen. Ja, en je hoeft mij niet te vertellen wat clusterhoofdpijn is, want dat weet ik maar al te goed. Gelukkig heb ik het zelf niet, maar ik weet wel wat het is. Om het te hebben. Ja. Ik heb er eentje gekend. Nou, dan had jij hier ook niet meer geleefd. Nee, sorry voor jou. Maar je had ook niet meer geleefd dan. Nee, want dan had je al zelfmoord gepleegd. Of gevraagd om een einde te laten maken aan je artsen. Want clusterhoofdpijn wil je niet blijven leven. Nee. Ik weet er alles van. Diegene die het had, die ik heb gekend.
die heeft zelfmoord gepleegd. Nou, dan weet je dat ook eventjes. Ter info voor jou, wat clusterhoofdpijn is. Ja? Nou, en als jij jezelf erg gaat maken... Die jongen die kon er ook niet tegen, die ik heb gekend. Die kon geen niet tegen herrie, niks. Hij was stilte. En dat heb jij niet. Ik hoor jou net zo goed dan dat jij mij hoort. Dus ja, waar hebben we het over? Hè? Leefgeluiden. Maar zoals jij die muziek aan had, dat was weer een beetje te veel leefgeluid. En dat is nog weer niet nodig, nee. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We hebben een jaar in ons midden en dat is onze José. Joeghe. En daar gaan we gewoon van genieten. Ik ga zo meteen meisjes even uitlaten. En als ik terugkom, dan neem ik een bakje koffie, et cetera. En ik zal er appen van, je kan komen wanneer jij kan. Dat heeft ook de kleinzoon, ja. Dus ja, dat dus ja. En dan moet je niet vragen, waarom ga je niet naar haar toe? Want ze is toch jarig? Ja, maar ik ga niet in de kou zitten, dat weet ze. Dat ene keffertje, nou dat blijft keffen zolang je er bent. Nou, daar ben je ook niet vrolijk van. Dus ja, dat doen we dus maar niet. Komt ooit misschien wel eens als ze in een ander huis woont. Ja, ze wil daar weg zelf, dus. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je dag. Doe het met een lach, het is prachtig mooi weer. De lucht is blauw, dus ja, wie weet komen de Teletubbies ook gauw of weet ik veel wat. Ja, dus ja, en geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer, ja. En mijn meisjetje liggen zo lekker op de bank. Joeghe. Hey. Ja, hé. Hey. Ja. Die zijn echt lief. En dat terwijl ik ook zo boos ben. Ja, niet op jullie hoor en ook niet op hun. Nee, echt niet. Nee, schoonmaakbedrijf MIP. Ja, maar ik heb weer geen hulp. Ik krijg ook geen hulp meer. Helemaal niet meer van die hele MIP. Want ik heb mijn ma eruit laten schrijven. Want dat zit niet tot hier, maar tot daar. Je mag geen negatieve dingen zeggen. Je mag geen positieve dingen zeggen. Je mag geen gedichten maken over degene die er bij je werkt. Je mag de logo niet gebruiken van MIP. Want ja, dat mag gewoon allemaal niet. Maar ga je naar internet en je zoekt gewoon bij afbeeldingen de schoonmaakbedrijf of wat dan ook. Dan komt MIP ook tevoorschijn, weet je. En kan ik niks aan doen. En alles wat op internet staat, mag je gebruiken. Mits het vaststaat, want dan kan je het niet gebruiken. Ja, ik nog wel hoor, want ik weet wel met mijn kunstjes te toveren om het wel te kunnen gebruiken. Maar als het op slot staat, en dat staat ook niet, je kunt het zo pakken, die logo. Nou ja, kijk maar even een paar dagen terug, dan dus zie je in mijn vlog, zie je ook die logo van MIP staan. Nou, die kun je zo pakken, weet je. Ja. En je mag geen naam gebruiken van je hulp die er is. Wie zijn hun om dat te verbieden? Er zijn zoveel mensen meer die zo kunnen heten. Je hebt een Miep, je hebt een Rietje, je hebt een Gerard, je hebt een Keesje, je hebt een Saartje, je hebt een Jan en een Klaas en een Ria en een Astrid. Ja, welke bedoel je? Ja, en ja. Ook zullen er heus wel meerdere zijn die Kaden heten, of Michel heten, of Michael, of Gerda. Ja, of Stefan, weet ik veel. Er zijn er zoveel die er... Ja, ik maak zelf uit of ik iemand bij de naam noem, als het van diegene mag. En dat mag van diegene. Daar heb die hele MIP, die schoonmaakbedrijf, niks mee te maken. Want dat is mijn huis. Ik ben de baas in mijn huis. Niet jullie daar. Nee. Het is mijn huis. Ik mag hier vloggen. Ik weet de regeltjes. Wat wel en niet mag. En ja, dat ik een paar benen van Kaden heb gefilmd. Sorry.
Maar die kwamen in mijn beeld terwijl ik mijn meisje aan het filmen was. En die troep onder mijn radiator. Er komt troep los van mijn muur. En dat liet ik jullie zien, maar ook tevens aan Kaden. Nou, dan kan het meisje niks aan doen. Ja. Dat meisje, dat doet de werk goed. Maar ja, ik mag dat niet benoemen dat ze de werk goed doet. Denk dat ze nog wel een hoop leren moet. Ja, daar is ze 17 voor. Vind je het gek? Ja? Nou, deze naar jullie. Ja, ik ben echt pissoft op jullie. Miep. Gedraag je. Ja? Mooi. Jullie zijn nog niet klaar met mij. Nee. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik doe niks fout. Nee. Ik mag dat doen. Het is mijn huis. Ja. En als ik jullie naam noem, om jullie eventjes ook eens een keer door het slijk heen te halen in plaats van jullie mij. Hé? En van een cliënt gehoord dat... welke cliënt? Noem dan ook eens een naam, ja? Nou, moet je luisteren. Ik maak zelf uit hoe ik mijn vlogs noem. Hoe ik film, wat ik film. Is allemaal toegestaan, weet je. Moet ik jou eens tegenkomen, diegene die ik nou net aan de telefoon had. Ik weet niet eens de naam meer en het boeit me ook niet. Maar stel je voor, hè, dat je hier in Den Helder woont. En dat ik jou van de week of wanneer dan ook tegenkom. En ik heb mijn camera bij me en ik ben toevallig aan het vloggen. Oh, kijk dan even uit. En ook kan ik hiermee vloggen, hè, met mijn telefoon. Ja, kijk dan even uit. Want ja, je weet me nooit. Je kan erop komen. Ja. Je moet gewoon uitkijken als je mij tegenkomt. Want je kan er zo op komen. Ja. En weet één ding. Ik ben niet de enige die hier in Den Helder aan het filmen is, hoor. Oftewel aan het vloggen. Ja, er zijn er meerdere met mij. Ja, en ik ben dan niet de enigste ook niet met deze leeftijd die vlogt. Want er is zelfs nog een vrouw die is ouder dan dat ik ben. En die doet dat ook. Maar die doet het gewoon hier nog mee. Ook. Nou, die is ook regelmatig op straat te vinden, in winkels te vinden. Dus ik zou oppassen. Ja. Maar oké, ja, mijn meisjes, kijk nou eens hoe lief die zijn. Zijn ze niet lief? Kijk, Miep, daar hebben jullie wat van te leren. Twee lieve honden. Ja. Frek, ja, die heet ook nog Miep. Ik ken ook nog een persoon die zo heet. Ja, Gosje. Die heet ook Miep. En die vindt het niet erg als ik vlog. Nee. Want het is me buiten nou te koud om te vloggen. Ja. Ik loop met handschoentjes, dus ja. Maar ja, Miep, ik ben blij dat ik van jullie verlost ben. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, mijn accu was vol. Kan gebeuren. Tenminste, ja, nee, niet maar. Ja, nee, mijn geheugen. Nee. Mijn accu, die was leeg. Ha! Ja. Ik moest me een lader zetten. En dan wist ik, dat hij bijna leeg was. Ik dacht, nou, ik krijg vanzelf wel de melding van dat hij leeg is. En ja, daar was hij. Nou is hij weer vol, dus ja, ik zou net bezig gaan met een vlog in elkaar te zetten, want dat moet ook weer gebeuren vanmorgen. Maar ik ga zo eens mijn meisjes uitlaten en daarna ga ik verder. Ik heb Kaden gesproken, ook die is er niet over te spreken hoe haar baas heeft gedaan. En die vindt het ook heel erg, maar zij zelf weet nog eigenlijk van niks. Ik sta nog steeds bij haar ingeroosterd voor morgenmiddag. Maar oké, dat kan morgenochtend bij haar wel weer komen per telefoon. Of weet ik veel wat. Van je hoeft vanmiddag niet naar mevrouw Luitenburg de Jong toe. Maar ja, dat horen we morgen dan wel. Ja.
Ook heb ik gezellig visite gehad van onze jarige Jet José. Kon ik het niet filmen, want er zat een kleinzoon mee. Ja, dat kan dan. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Dat kan dan niet. Maar in ieder geval, ik heb met nog iemand gebeld. Een lieve schat van een vriendin die jullie ook al kunnen. En die meer weet dan dat ik weet. Die koppie heb. En miep, je kan ons niks, mij niks maken. Nee, ik sta in mijn recht. Ja. Dus ja. Ik vraag altijd netjes aan iedereen. En ik vertel het tegen iedereen. Dat ik een vlogster ben, dat ik vlog. Vind je het ook erg dat ik vlog? En ook erg dat je erbij bent? Nee? Oké. Vind je het ook erg als je er zelf in komt? Nee? Oké. Nou, dan kan ik gewoon vloggen. Dan kan ik gewoon mijn gang gaan, weet je. Wat ik ook zie, wat er ook gebeurt in mijn huis. Of wat dan ook. Ja, dan kan ik gewoon vloggen wat ik wil. Ja. En de meesten houden er gewoon rekening mee. Ja, en als je toevallig je benen er gewoon wel in komen. Nou ja, de pech. Het zijn maar een paar benen, daar ben je niet aan te herkennen. En de naam mag ik gewoon benoemen als je er zelf geen problemen mee hebt. Ja. Wat is het, de pipa? Ja, we hebben volle maan, hè? Gisteren, afgelopen nacht, was het volle maan. Dan legt er eentje de pipa, dat is madame Elwin. Die legt de pipa. Ja. Maar oké, ook ga ik eventjes met ze lopen. En kom je even erbij? Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom je niet? Hm? Ja, die ligt te slapen. Die ligt echt ver weg. Die ligt lekker te koesje moesje. Ja. Maar jij niet, hè? Nu. Hm? Wijfie. Ja. Dus ja, dat dus. En ik kreeg ook al een vraag waarom ik niet naar een kroeg toe ga. Wat moet ik in een kroeg doen? Dan heb ik niks te zoeken. Vind ik zonde van mijn geld. Gebruik liever mijn geld voor iets anders. Ja. Sorry, lieve vriendin. Maar ja. Dat doen we niet. Ik ga niet naar... Vroeger deed ik dat wel, maar ja, toen kon ik nog meer doen dan ik nou kan. Hè. Toen kon ik nog dansen enzovoort. Ja, gingen we naar een karaokebar. Gingen we nog meezingen. Maar ja... En ten tweede, het is nou allemaal hartstikke duur geworden. Nou, vind jij dat niet zonde om je goede geld daaraan uit te geven, terwijl je daar desnoods weer producten kan kopen om te nuttigen voor in huis en voor je dieren. Ja, sorry, belori, maar het is dan helemaal zo. Ik heb niks in de kroeg te zoeken. Hoeft voor mij ook niet, nee. Dan ga ik liever met mijn dochter op stap, leuke dingen doen. En dat ook in een vlog zetten. En dan nodig ik jou graag uit om beter op te letten. Ja, en zijn we ziek of wat dan ook, dan zijn we ziek. Dat ben jij ook wel eens, denk ik, vermoed ik. En dan toch door weten te filmen. Nou ja, dat vind ik gewoon knap, als je dat kan. Ja. En kan je dat niet? Nou ja, ik probeer zo goed en kwaad het gaat leuke vlogs neer te zetten. Voor Jan en allemaal, voor iedereen, voor ieder wat wil. Lukt het eens een keertje niet dat ik boos ben zoals vandaag. Ja, jammer dan. Ik, uit mijn boosheid, ik laat het merken, ook aan jullie. Ik deel het met jullie. Wees daar blij mee. Ja, dat ik het gewoon deel met jullie. Niet iedereen doet dat. En die, als ze die hun zelf filmen, dan zitten ze er een beetje gemaakt erbij. Van, dit ben ik. Nee, maar buiten de camera om zijn ze misschien heel anders. Nee, ik ben zoals ik ben, ook voor de camera. Ik ben niks niet meer dan jij of iemand anders. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik ga me niet anders voordoen dan dat ik ben. Dus ja, dat wil ik je even meegeven, lieve vriendin. En geniet verder van je avond, want het is dus al reeds avond. Nu ik dit opneem.
En ja, geniet gewoon van alles en probeer ook van mijn vlogs te genieten. En je hoeft ook niet alle vlogs leuk of mooi of aardig te vinden. Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ja, denk wel even mee met hetgeen wat ik kan. En jij kan het misschien wel naar een kroeg toe, maar ik niet. Dat hoeft voor mij allemaal niet meer, naar een kroeg. Ja, misschien ben jij ook een stuk jonger dan dat ik ben, dat weet ik ook niet. Of jij zit meer in de slappe was dan dat ik zit, ook dat weet ik allemaal niet. Maar ja, lieve vriendin, sorry, mijn excuus dat ik momenteel geen betere vlogs in jouw ogen maak, omdat ik altijd maar thuis zit. Maar ja, altijd, het is niet altijd. Maar ik heb ook artrose aan mijn vingers, dus ik loop met handschoenen naar buiten. Dus kan je ook geen camera bedienen. Nee, dat is allemaal te dik en je voelt niks door handschoenen heen. Dat je een knopje indrukt of wat dan ook. Dat gaat het dus 1, 2, 3 nog niet worden. Dan moet ik eerst zonder handschoenen kunnen lopen voordat ik mijn camera meeneem. En ten tweede, ik heb mijn telefoon meestal bij me. Dus mocht ik iets leuks zien, dan probeer ik alsnog wel even dat te filmen. Maar dan moet je wel wat leuks tegenkomen, hè. En dat hebben we ook niet altijd hier, hoor. Ja, je woont ook in Den Helder, neem ik aan. Want het kon wel eens wezen dat we familie zijn. Maar dan weet ik 1, 2, 3 niet aan welke kant, hoe en wat. En ja, de naam komt me heel bekend voor, vandaar. Maar in ieder geval, lieve vriendin, zo noem ik je maar eventjes. Want ik weet niet hoe en wat. Maar in ieder geval, we spreken elkaar misschien wel weer onder een vlog of wat dan ook. Dat je weer reageert of zo. Ik zou het leuk vinden. Ja, we praten gewoon en we doen het normaal. En ik ben ook verder helemaal niet boos. Ik zat denk ik een beetje vreemd op neus te kijken van ja, wat moet ik in de kroeg, weet je? Ik heb er niks te zoeken. Nee. Maar oké. Okay. In het algemeen, lieve vrienden, ik zou zeggen, als jullie nog eten moeten, bon appetit. Smakelijk eten. En een hele fijne avond gewenst. Ik zou zeggen, tot later. Ja, volle baan. En hij is zo mooi. Niet op zoals ik wil. Maar het is mooi. Dus ja, een fijne avond nogmaals. Ja, lieve vrienden, jullie zien dat ik sta helemaal dik aangekleed, want het is roetje koud, het is maar 1 graden. Ik ga de late de nacht in, de donkere nacht. Late nacht. Want ja, het is al, even zien, 1:51 op de computer. Ik ga even lopen met meisjes. En dit keer even een kort blokje, want het is later dan ik wou. Ja. Maar ze moeten even wat doen en daarna gaan we naar bedje toe. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.
Cause it's full of